Deze oefening is belangrijk omdat we nu in een gecompliceerd scenario multidisciplinair samenwerken, waarbij met name de afstemming tussen de civiele hulpdiensten en defensie een aspect is wat we gewoon echt willen uitdiepen. Nou, als je in een calamiteit terechtkomt en het duurt meerdere dagen, dan hebben wij gewoon niet de personele bezetting om zeg maar de calamiteit tot een goed einde te brengen. Een van de zaken waar we als Defensie een bijdrage kunnen leveren bij een hoogwaterscenario is dat wij een waterschap ondersteunen bij dijkbewaking, dijkversterking en ook een veiligheidsregio kunnen ondersteunen bij het eventueel evacueren van een gebied. En dan hebben we het niet alleen over personen, maar ook als het gaat om dieren in een bepaald gebied. Daar kunnen wij zeker samen dan met de betreffende instanties een bijdrage aan leveren. Voor ons is het natuurlijk ook belangrijk, als er een calamiteit is, dat we voldoende materiaal hebben. Nou, in 2012 hebben we gezien dat we niet alles hadden. En daarom is het belangrijk als we dan terug kunnen vallen op Defensie. Ik vind persoonlijk het mooiste van deze oefening dat je ziet dat die samenwerking echt op gang komt. Mensen die elkaar hiervoor eigenlijk nog nooit gesproken of gezien hadden, die staan na een dag staan ze met elkaar te praten alsof ze elkaar al jaren kennen. En dat zie je ook terug in de samenwerking.